Ik kan me voorstellen dat je vanavond heel anders had voorgesteld. Ja, uiteraard. Je gaat hier voor de winst en je weet dat je een Volendam treft wat de tweede helft van het seizoen ervoor gekozen heeft om tegenstanders toch wat meer te gaan ontregelen en met veel mensen achter de bal speelt. Dus de ruimtes die zijn heel klein aanvallend gezien en dan moet je in ieder geval heel zuiver en heel scherp met die momenten omgaan. Nou, die waren de eerste helft waren die heel schaars, de tweede helft heb je wel wat momenten gehad. Maar we worden wat dat betreft genekt met een vrije trap waar we toch echt behoorlijk voor gewaarschuwd zijn. Was dat ook de grote moeilijkheid vandaag, die kleine ruimtes? Daar vertelde je over Volendam dat de ruimtes krap waren. Was dat de grote lastigheid vandaag? Ja, kijk, je weet gezien hun manier van spelen dat ze daar heel veel energie in stoppen om te voorkomen dat je in die ruimtes komt. Dus dat betekent dat je ook heel veel zou moeten investeren. Ja, dus in de rust hebben we ook aangegeven, jongens, we hebben niet zoveel gecreëerd. Maar blijf die loopacties maken, blijf tempo maken aan de bal. Waardoor de vermoeidheid op een gegeven moment toch ook een rol gaat spelen. Nou, en dan zul je zien dat die openingen gaan komen. Maar je moet wel alert blijven voor het feit dat je geen onnodige free kicks weggeeft. En dat gebeurt dan. Ja, en we verdedigen die bal niet met ons leven. Dus je geeft dan ook een tegenstander nog de kans om te profiteren van hetgene waar ze juist op hopen. Want die vrije van die standaard situaties, dat is iets waar je van tevoren voor had gewaarschuwd. Jazeker. Niet alleen ik. En de jongens die zijn er ook wel van doordrongen. Alleen dan gaat het er nog wel om op het moment dat het gevraagd wordt, dat je van jezelf eist dat je die ballen verdedigt met je leven. En we waren al één keer gewaarschuwd in de eerste helft. Want toen kopte dezelfde speler ook voorlangs uit een vergelijkbare vrije trap. Dus je weet. Ja, nogmaals, de bevestiging, ondanks dat het ook is besproken op voorhand, dat het in die wedstrijd om dat soort momenten gaat. En wij hadden de overtuiging dat als we zelf op voorsprong zouden komen, dat die ruimtes die we dan zo wenselijk vinden, die gaan dan echt wel komen, omdat ze dan zelf meer moeten gaan doen. Die ruimtes kwamen op een gegeven moment, maar ik had herinnerd dat het voornamelijk was nadat zij met 10 man kwamen te staan. Nou, ze liepen wel achteruit. Hè. Ze kozen ervoor om nog iets meer in elkaar te zakken. Dus dat betekent dat je buiten het blok, zoals je dat dan noemt, wel de tijd krijgt. Maar dan nog, dan gaat het erom dat je nog steeds heel snel van links naar rechts en andersom speelt. En probeert met veel mensen in de box die voorzetten te gaan spelen. En te kijken of die voorzet dan gespeeld moet worden of dat je hem toch misschien nog eventjes rand 16 meter legt. Maar kortom, je zal nog steeds moeten investeren in het tempo. En dat hebben we na 11 tegen 10 redelijk voor elkaar gekregen. Maar dat kon beter, zeg je? Ja, absoluut. Dat kon zeker beter. Ja. Twee spelers hadden een bijzondere dag vandaag. Want Wouter Goes maakt zijn debuut. 18 jaar, de eerste keer dat hij speelt in de Eredivisie. En voor Sven Meijlands geldt hetzelfde in die zin dat hij voor AZ debuteerde. Ja. Hoe vond je dat zij het vandaag hebben gedaan? Nou, over beide ben ik wel te spreken. Wouter... wat je zegt, 18 jaar, debuteert in de Eredivisie. Nou goed, dan weet je, er komt er wel iets op je af. Maar hij heeft zich prima staande gehouden. Ik vond hem aan de bal vrij behoorlijk. In duel vond ik hem ook best oké. Dus nee, prima. Sven, een half uur gespeeld. Ik vond hem heel comfortabel aan de bal. Maakt goede keuzes, is balvast en heeft het vizier vooruit gericht. Dus ja, ook tevreden mee. Merk je dan gelijk dat hij heel goed in het team past? Ja, maar dat hadden we natuurlijk op voorhand wel ingeschat. Het moet natuurlijk wel altijd even vallen, maar de eerste indrukken zijn positief.